gewoon een fietsrek bij school. Nou, gewoon? Dan is dit het jongere broertje van Max Verstappen of de zoon van een kermisexploitant. Het is toch echt waar? Gewoon een botsauto op de openbare weg. Ik vind het zo leuk om met mijn botsauto naar school te gaan, omdat niemand anders het heeft. En het een heel origineel idee is, vind ik. Origineel, dat kun je wel stellen. Al kijken best veel mensen naar je zodra je in de botsauto gaat rondrijden. Mensen steken wel vaak een duim op. Na een schadevrije overtocht van school naar huis legt Silvan zijn bolide meteen aan het infuus. Daar staat de creator van dit wonderlijke vervoermiddel al te wachten. We dachten, laten we eens een keer wat geks doen. En toen hebben we de botsauto gebouwd. Je had best wel lang geleden, misschien wel 15 jaar geleden, had je een reclamefilmpje. En dat was volgens mij van de verzekeringsmaatschappij. En daar ging ook iemand met een botsauto door het verkeer, onrealistisch hard. Maar dat idee is altijd wel een beetje blijven hangen. En dat is helaas 10 km/u geworden, maar dat is wel wat veiliger. 497 inschrijvingen en 397 partijen. Wat zeggen we daarvan? Bleiswijk open dus. Een stuk ouder dan deze talenten. Ik organiseer Bleiswijk Open al 22 jaar. Ik ben nu 39, dus toen ik 17 was heb ik het voor het eerst gedaan. En ik doe het met veel plezier, anders hou je het ook geen 22 jaar vol. Dit jaar speelt Martin Verkerk mee met Bleiswijk Open. In het verleden hebben we al deelnames van Paul Haarhuis en Raymond Sluiter gehad. Ik heb Martin benaderd om te vragen, zou je het leuk vinden om mee te spelen met Bleiswijk Open? Hij was direct enthousiast en zodoende kunnen we Martin Verkerk verwelkomen vanavond. Het duo Klem-Zwits-Wouter Standaard bleek echter te sterk en ging er met de hoofdprijs vandoor. Geheel volgens het cliché was het publiek de grote winnaar. Een huis met een dak en een schoorstenen pop. Het huis is van mij, in het huis woont de pop. Ik ben Willy de Haan. Ik woon in Bergse Hoek aan de Rotte. Wat ik heel graag doe, dat is gewoon een beetje knutselen aan een poppenhuis. Dit zijn ornamentjes. Die worden aan het plafond bevestigd en dan komt hier het lampje. Ik heb een kroonluchtertje. Doe je die draadjes, die gaan dan door dat gaatje. Dan bevestig je dit en dan komt daar zo dat lampje aan. Want dat keukentje, dat is zo over de top, maar ik vind het heerlijk. Ik zou het liefst mijn eigen keuken zo inrichten. Een kwartiertje rennen per dag, dat zouden meer mensen moeten doen. Op basisschool De Kwakel trekken ze elke dag de stoute renschoenen aan voor de Daily Mail. Wij gaan zo meteen de Daily Mail doen, want we zijn ermee begonnen omdat we hadden hier op school nieuwsbegrip. De tekst ging dus over de Daily Mail. Dus dan zijn we een soort proefronde gaan doen en dat vonden wij heel leuk en daardoor gingen we ook beter werken. Daily Mail, dat klinkt Engels. Uit Schotland was er een juffrouw. En die zag dat de kinderen heel dik waren. Gelukkig is dat hier op school niet. En die zag dat ze heel dik waren, die mensen. En toen wouden ze fit krijgen, gingen ze een mijl lopen. Old MacDonald had a farm. De 93ste editie van de wintertentoonstelling van Kleindierensportvereniging DVV. Aanleiding voor de burgemeester om eens flink uit te pakken. De jubilarissen volgden elkaar in rap tempo op. Het is een klein dierensportvereniging en we bestaan sinds mei 1923, dus dit is de 93ste wintertentoonstelling. We hebben elk jaar een tentoonstelling. In september hebben we een jongdierenkeuring, want dan kunnen de fokkers kijken op de jongdierenkeuring welke beesten ze kunnen gaan doorfokken om naar andere tentoonstellingen te gaan. Wie de hangoor heb ik gekozen. Maar goed, we letten nu ook op de pels en zo. Als je hier nog ziet bij die hangoor, kijk, die is hier nog niet helemaal... Zeg maar doorgaan, dus die is nog niet helemaal klaar. Die Hollander is weer iets verder. En ja, en dat overleggen we dan en dan proberen we de beste eruit te halen. En bent u dan teleurgesteld als u niet gewonnen heeft? Nee, voor mij moet de beste dier winnen. Maakt niet uit welke, de beste moet gewoon winnen. Rekken, strekken en de juiste focus. Personal coach Robin Frings staat zijn mannetje. 2, 3, 4, 5, ja. Ik train na het skijaar in Bleiswijk. Bij een sportskwartier voor ik al als een personal trainer. En tijdens werk ik ook bij een sportschool in Bergshoek als een fitnessinstructeur. En richting naar voren toe. Toen ben ik op de auto. Heel veel mensen tekenen dan
een tove jongen, een tove persoon die les gaat geven aan horende mensen. Dat het best een lastig is voor mij. Toen dacht ik al, nou, het is niet waar om te voorscannen. Als ik een les ga geven aan mensen, aan een groep voor 10 mensen, bijvoorbeeld. En 10 mensen moeten ook zo geconcentreerd mogelijk om mijn scan te kunnen volgen. En daardoor gaat ze mij heel goed kunnen luisteren. Ik probeer gewoon dat voor mezelf zo mogelijk te leggen. En ik wil voorbeeld zijn voor dove mensen. En ook voor andere mensen. Dat is voor mij eigenlijk belangrijkste punten. Dat ik iets wil bereiken. Wil je eens uit de dagelijkse sleur ontsnappen? Sinds kort heeft Lansingerland een heuse escape room. Patrick ging zijn puzzelvaardigheden testen en liet zijn hersens kraken. Het begon al in de wachtruimte. Allemaal trucjes, puzzeltjes en brainbreakers om je op de proef te stellen. Voor Patrick echt te veel gevraagd. Ik laat hier achter. Veel plezier. Je gaat nu niks meer vertellen. Succes. Nu maar hopen dat hij binnen een uur uit de escape room weet te ontkomen. Hij heeft vast geen slaapzak meegenomen. Nou, daar ben ik dan op de camping. Ja, waar moet ik beginnen? Geen idee. Oh, dit zou wel eens wat kunnen zijn. Al dat speuren in je eentje om wanhopig van te worden. Moeilijk. Ik doe dit samen met mijn vriend. Mijn vriend en ik die onthouden de escape room en ontvangen de gasten. Maar daarnaast hebben we nog hulp van mijn ouders en zijn ouders. Ik heb geen idee hoeveel puzzels ik nog moet, hoeveel puzzels ik gedaan heb. Maar ik kom er gewoon niet uit. Althans, niet alleen. Schaapherder Martin Oosthoek. Al vanaf zijn 14e besmet met het schapenvirus. Momenteel is er een geboortegolf bij zijn schaapskudde. Inmiddels hebben we ongeveer 1400 ooien. En de lopen nu... Nu lopen er tegen de 700 lammetjes. En als je dan toch in de stal bent... We zetten de verslaggever vandaag ook aan het werk. Deze is al even bezig. We zien hier twee pootjes. Nou, zo gaat hij er niet uitkomen. Nou, pakken we deze pootjes. Hij ligt nu zo. En dan is het hier al wat ruimer. Of wat te breed eigenlijk. Om dat schaap een beetje te helpen, trekken we zijn pootjes even recht. Eén voor één. Onze verslaggever steekt ook de handen uit de mouwen. Als volleerd verloskundige zet hij het jonge schaap op de wereld. En dan trekken we hem nu naar beneden toe. Naar beneden. Kijk, en dan maken we het bekkie schoon. Zo ja. Kijk eens. Dan leggen we dit lam even bij de kop van de moeder neer. Dan kan die gaan aflikken. Een trotse peetvader. Zo ja. Kijk, dan blijft hij. Dan wordt hij. Oh, je ook wat rustiger? Ah, oh, wat lief! Tijd voor beschuit met muisjes. Gefeliciteerd. Ja, en goed gedaan. Grijze digibeten verzamelen zich in de bibliotheek van Berkel voor een serieuze digitale cursus. Met een gebakje natuurlijk, want SeniorWeb is jarig. Ja, het was natuurlijk zo dat in het begin kreeg je ouderen die nog nooit een computer hadden gezien. Die nog niet wisten waar ze een muis voor moesten gebruiken. Dat komt niet heel veel meer voor. Maar mensen willen wel overgaan van Windows 7 naar Windows 10. Ja, wat doe je nou? Het ziet er allemaal anders uit. Het is een beetje eng. En daarin hebben ze dan weer cursussen. En wat je natuurlijk tegenwoordig hebt, zijn de tablets. Want weet je, dat zal ik u eens vertellen. Tantaline doet vaak een reis van Pelita. Dat is Indisch maatschappelijk werk. En die ouderen, 80 plus, een heleboel hebben een iPad. En dan gaan ze foto's maken. En dan gaan ze mailen 's avonds. En dan ben ik jaloers. Dat is toch prachtig. En er is één mevrouw die gaat altijd haar iPad zoenen als ze aan het skypen is met haar kinderen in Australië. Dan denk ik ook belachelijk. Maar ja, zij vindt het mooi. Ik ben Arjen Bos, ik ben 40 jaar oud, paprika kweker in Bergsenhoek. Ik ben ook geboren en getogen in Bergsenhoek. Sinds heugenis kan ik me eigenlijk niet anders herinneren dan dat ik een tuinderij zie van binnen. Mijn vader had vroeger ook een tuinderij. Ik ben er opgegroeid. Ik ben naar de lagere tuinbouwschool geweest, daarna naar de middelbare tuinbouwschool geweest. En daarna zo snel mogelijk in het bedrijf aan het werk gegaan.
onderdeel van de rally is ook gecontroleerde speedzones waar je rustig moet rijden. Daar kwam ik bij terecht. Op dat moment werd ik ingehaald door auto's. Daar is het stoffig, dan zie je eigenlijk niks. En door het stof kwam ik op wat bultjes op de weg terecht. En met een hele lullige valpartij met een lage snelheid. Ja, viel ik precies verkeerd op mijn schouder en brak ik mijn sleutelbeen. 50 kilometer voor de finish van die dag. Ja, en dan gaat er van alles door je hoofd heen. Behalve opgeven. Dat was het punt wat echt niet bij mij naar binnen kon. Ik moest en ik zou naar de finish komen. Een vriendenclub, gezellig en relaxed aan het ontbijt. Maar schijnbedriegt. Er staat heel wat op het spel vandaag. Wordt jeugd onder 17 van TOGB vandaag kampioen en promoveren zij naar de derde divisie? Het ging er meteen stevig aan toe. En ook zeer voortvarend. ...1-0, is dat niet te snel? Nee, juist niet. Want nu kunnen we, zij willen niet, dat zie je. Wij hoeven nu niet meer. Dus dan is het fijn. Dus het is klaar? We kunnen als ze zo blijven spelen wel, ja. Ja, lekker man. We hebben gewonnen. He broke the needle and she can't so walk in the dark. Dat ziet er serieus uit. Niet zomaar een hondenuitlaatgroepje. Meer dan 100 inschrijvingen kreeg de Flat-Coated Retriever Club te verwerken voor de zogenaamde working test. Hoeveel honden gaan er zo meteen meedoen? We krijgen nu een groepje van 7. Eén voor één moeten ze de proef afleggen hier. Dan komt de voorjager met 1 hond komt hier naartoe. En dan weet ik ondertussen dat alles klaar is daar, dus in de dekking. En ik weet dat de helpers op zijn plaats staan en dan kunnen we gaan beginnen. Goedemorgen, Peter van der Merk, 37. Zo, nu voor het echi. Onder toeziend oog van de keurmeester. Zou het lukken? Bij de les houden, aansporen en aanwijzingen geven. Dat is het devies. Hockey doe je met een... stokkie, precies. En iedereen kan het doen. Zo ook bij HVB in Blijswijk. Achter ons traint het G-team. En, nou, dat is eigenlijk een speciaal team bij ons. Je hebt bij hockey eigenlijk de teams A tot en met F. Dat gaat van leeftijd. En G is dan een heel bijzonder team, want dat gaat niet op leeftijd. Maar dat zijn speciaal voor kinderen met een beperking. Ik ben aanvoerder van het team. En dat vind ik heel leuk. Ik doe bij ook op mijn wedstrijden doe ik een aanvoerderband om. Zodat iedereen weet dat ik een aanvoerder ben. En dan mag ik ook kijken wie of alles goed gaat. Ja, het is mooi om te zien. Ik vind het gewoon heel mooi om te zien dat ze de afgelopen jaren echt heel erg vooruit zijn gegaan. Ze hebben sprongen gemaakt en ze zijn dit jaar tweede geworden. En dat, ik was vorige week bij de wedstrijd. Ja, ze moesten tegen de nummer 1, maar ze deden het echt heel erg goed. Bij hockeyvereniging Blijswijk staat niemand buitenspel. Zes en drie. Ray. Roos. Ik doe Kyokushin karate. Dat is een vorm van full contact karate. En die verschilt van een ander soort karate, omdat andere soort karate is semi-contact. En bij deze vorm mag je alles doen. Slaan, raken, trappen. Wat heel leuk is, is dat het een echte familiesport is. Want dit is mijn vader en dit is mijn zusje en die trainen ook karate samen met mij. Alleen mijn moeder die vindt het niet zo leuk. Die zit ook altijd met de handen voor de ogen naar de wedstrijd te kijken. 2 jaar geleden heb ik met mijn trainers, Sensei Priscilla, Sensei Erwin, besloten om voor dit toernooi te gaan trainen. En nu heb ik hem gewonnen. En hier heb ik heel hard voor getraind, eigenlijk wel elke dag 2 keer. Het lukt niet veel West-Europeanen om van de Russen of de Polen of de Oekraïners te winnen. En dat is mij wel gelukt. Lansingerland in zicht gemist? Dat hoeft natuurlijk niet. rtvlansingerland.nl/terugkijken.